Hij had het motief en de gelegenheid, Tjaver G. uit Groningen. Maar heeft hij Michel de Vrieze ook daadwerkelijk vermoord? De rechtbank denkt van wel, plaatsdelict, een woning aan de Jupiterstraat in de stad Groningen. Maar het lichaam van de vermoorde de Vrieze is nooit gevonden. Volgens de verdediging is de verdachte veroordeeld op basis van indirect bewijs, een onderbuikgevoel. Peter Stijnvoort, onze misdaadverslaggever. Ja, 12 jaar cel in een moordzaak zonder lijk. Nou, dan moet het bewijs toch wel overweldigend geweest zijn. Ja, ze zeggen wel eens, hè, geen lijk, geen moordzaak. Maar die vlieger gaat in dit geval niet op. Volgens de rechtbank had hij het motief, geld. En hij had de gelegenheid, de woning in Helpman, waar ik het net al over had. Die woning, daar kwam de Vrieze zelf ook regelmatig. Bovendien beschikte de verdachte over de pinpassen van hem. Hij reed in zijn auto en is er in die woning, naast bloedsporen van de Vriezen, ook een in bloed gedrenkte vingerafdruk van de verdachte gevonden. Kortom, geen lichaam, geen moordwapen, maar voor de rechtbank voldoende gelegenheid en voldoende bewijs om hem te veroordelen tot een gevangenisstraf van 12 jaar. De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag, een van de ernstigste feiten uit het wetboek van strafrecht. Verdachte heeft het slachtoffer het hoogst beschermde en meest kostbare rechtsgoed, te weten zijn leven, ontnomen. Verdachte heeft, nadat hij het slachtoffer heeft gedood, ervoor gezorgd dat het lichaam niet zou worden gevonden. Daarmee heeft hij de familie en vrienden van het slachtoffer tot op de dag van vandaag in grote onzekerheid en onwetendheid gelaten over zijn lot. Ja, dat klinkt alsof de rechtbank heel zeker is van zijn zaak, maar volgens de verdediging is de verdachte dus veroordeeld op basis van een onderbuikgevoel. Ja, volgens de verdediging is deze zaak gebouwd, volledig gebouwd, op indirect bewijs. De verdachte ontkent ook niet dat hij in het bezit was van de pinpassen, dat hij reed in de auto van de Vriezen. Maar dat betekent volgens de advocaat nog niet dat hij hem ook vermoord heeft. Er is geen bekentenis, even voor de duidelijkheid. Nee. Hij heeft elke betrokkenheid tot dusver ontkend. En dus zegt de verdediging ook, ja, bij twijfel niet inhalen. De zaak is gebouwd op indirect bewijs, allerlei indirecte omstandigheden. Maar al die omstandigheden, het gebruik van de pasjes, het gebruik van de auto, het zich wel in die bewoning af en toe bevinden, ja, dat betekent nog niet dat mijn cliënt de Vrieze van het leven heeft beroofd. En ja, 3 keer 0. 3 keer 0 is nog steeds 0. Bij twijfel niet inhalen, zegt u dus? Absoluut. Dat is nog steeds de grondslag van ons rechtssysteem. En ik denk dat dat ook in deze zaak had moeten worden toegepast. Ik denk dat het goed is dat we dat nog even gaan toetsen in hoger beroep. Dat staat al vast. Jullie gaan in hoger beroep. Dat stond in deze zaak überhaupt vast. Als er vrijspraak was geworden, was het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan. En nu gaan wij in hoger beroep. Ja, Peter, jij zegt zelf al net, als er geen lichaam is, dan is het doorgaans een moeilijke zaak. Lichaam is nooit gevonden. Hoe zeker is het eigenlijk dat de Vrieze niet meer leeft? Nou, bij de start van een dergelijk onderzoek houden ze eigenlijk alle scenario's open. Bijvoorbeeld het scenario van zelfmoord. Maar er is geen afscheidsbrief gevonden. Volgens de rechtbank zat de Vriezen vol levenslust. Bovendien zorgde die voor zijn zieke vader. Ja, een ongeluk bijvoorbeeld had gekund, is geen bewijs voor gevonden. Een vlucht naar het buitenland, ook geen bewijs voor gevonden. En dus zegt de rechtbank, is er eigenlijk maar één scenario mogelijk. Mede op basis ook van de bloedsporen die in de woning zijn gevonden. En dat is dat de Vriezen door een misdrijf om het leven is gebracht. En de nabestaanden, hoe reageren die? Nou, ik heb een clubgenoot gesproken vanmiddag van de schaakvereniging waar de Vriezen ook lid van was. Die is opgelucht, maar beseft dat de uitkomst van een hoger beroep, ja, mogelijk een hele andere is dan de veroordeling vandaag tot 12 jaar. Eigenlijk heeft hij maar één vurige wens en dat is dat het lichaam van de Vriezen alsnog gevonden wordt, zodat hij op een fatsoenlijke manier begraven kan worden. Peter Stijnvoort, dankjewel.